ben vandaag in een van de leembossen van het Groene Woud, een gebied tussen Tilburg, Eindhoven en Den Bosch. En deze leembossen zijn erg nat. Het is een soort van broekbos. Hier komt heel veel water samen vanuit de hoger gelegen gebieden. Het is een soort afvoerpotje van Brabant. Hier in het bos komen heel veel voorjaarsbroeiers voor. Vooral in bossen komen voorjaarsbroeiers voor, omdat ze voordat de bladeren aan de bomen komen, snel hun bloemetjes willen laten zien. Dat doen de bloemen hier ook. Dit zijn sleutelbloemen. De bloemetjes hangen met een trosje bij elkaar. Het lijkt net een sleutelbosje. Het is een slanke sleutelbloem. Dat komt omdat het trechtertje bovenin heel erg slank is. Dat uiteindelijk naar de bloem toe loopt. Ze leven hier op dit soort plekken waar heel veel kwelwater naar boven komt. IJzerrijk water met allerlei mineralen erin. Ze houden dus mineraalwater. Er zijn vele mythes en legendes over dit soort planten. De sleutelbloem heeft ook een mooi verhaal. Petrus stond bij de hemelpoort en liet zijn sleutels vallen. Op de aarde. Waar die sleutelbos terecht kwam, daar begonnen deze bloemen te bloeien. Petrus heeft uiteindelijk zijn sleutelbos weer opgehaald. Maar op de plek waar die sleutelbos neerkwam, daar bloeien deze planten. Dit hier zijn bosanemonen. Ze kunnen een heel plakkaat vormen met allemaal kleine bloemetjes. Ze hebben nu hun bloemetjes nog gesloten om hun stuifmeel te beschermen tegen de dauw. Wanneer straks de zon komt, gaan ze openstaan en kunnen de bijtjes bij het stuifmeel. Ze komen alleen maar voor op plekken waar bos was of nog steeds bos is. Een aantal weken geleden, bij een vlog over de middelsgebonden specht, had ik het over het speenkruid. Toen waren de bloemetjes nog niet te zien, alleen de speentjes kon ik laten zien, kleine wortelstokjes. Hier staat nu speenkruid wel in bloei. Mooie gele kleine bloemetjes die goed te zien zijn. Net zoals de bosanemoon hebben ze hun bloemetjes gesloten om hun stuifmeel te kunnen beschermen tegen de dauw. Als er dauw bij komt, kan het namelijk blijven plakken en kunnen de bijen het niet meer meenemen. Deze zijn wel een beetje open op deze plekje, omdat hier reeën de slootkant overspringen. Een andere vlog over de reeën kon je dat ook zien, dat reeën heel makkelijk de sloot over konden springen. De speenkruid is familie van de bosanemoon en ook de dotterbloem en andere boterbloemen. Deze wordt ook wel de kleine boterbloem genoemd. In een sloot, daar zie je dotterbloemen. Dotterbloemen behoort ook tot de ranonkelfamilie, zoals het speenkruid en de bosanemoon.
Ze hebben een hele mooie gele kleur en daarom worden ze dotterbloem genoemd, omdat ze lijken op het eigeel van een ei. Vroeger werd dat namelijk dotter genoemd. Net zoals veel andere planten die hier staan, houden deze dotterbloemen ook van mineraalrijk water. Vandaar ook dat ze hier staan. Dit bloemetje is de pinksterbloem. Normaal gesproken bloeit hij met pinkster, maar hij bloeit nu ook al. Het is net Pasen geweest, dus erg vroeg in het jaar. Dit is wel de eerste van zijn soort die ik hier zie staan. De rest zijn allemaal andere soorten bloemen. Maar deze staat er dus al. Straks, als er veel meer staan, komt hier ook het oranje tipje op te zitten. Het oranje tipje is een vlindertje dat leeft van deze plant. Dit is de laatste vroege voorjaarsbloeier die ik jullie wil laten zien. Er komen straks nog veel meer andere soorten bloemen die straks beginnen te bloeien. Maar dit zijn alvast de eerste. Ik hoop dat jullie het leuk vonden deze vlog. En blijf zeker kijken. Tot de volgende keer. Doei!